Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met in deze aflevering twee gasten. Robert van Galen en Lisbeth Roders. Van harte welkom. OD16, dat is jullie partij geworden nadat jullie opgestapt zijn bij D66. Hoe bevalt het jullie in die raad als in deze rol die jullie nu hebben, Lisbeth? Het bevalt goed. Het is eigenlijk wel bevrijdend. Het is hard werken, dat wel. Want we moeten natuurlijk nu met z'n tweeën alles in de gaten proberen te houden. En het is eigenlijk voor... Maar dat deden jullie toch bij D66? Deden we ook al. Maar je zegt zelf bevrijdend. Waarom? Omdat we meer onze eigen koers kunnen vragen en echt onafhankelijk naar stukken kunnen kijken, los van partijpolitiek, van wat vinden we er nou echt van en wat vinden we dat nou goed is voor de bewoners van Tiel, of denken wij dat we de bewoners van Tiel mee helpen, want daarvoor zitten we er. En die rol vond ik dat ik daarvoor moeilijk kon vervullen en nu gaat dat gewoon makkelijker en kunnen we echt een onafhankelijk oordeel vellen over de stukken die voorliggen. Vind jij dat ook, Robert, onafhankelijke democraten? Ja, vind ik ook. Het is een stuk aangenamer om vanuit je filosofie en kijk op de wereld en Tiel je mening te vormen zonder dat je de hele tijd in het keurslijf zit van gemaakte afspraken binnen een coalitie. En zelfs binnen een coalitie zou je als partij heel erg onafhankelijk moeten kunnen opereren, want dat wordt bij een duaal bestel. En wij hadden allebei last van, denk ik, dat binnen de huidige coalitiesetting, zoals wij die meemaakten, dat daar niet veel ruimte voor was. En dan wordt het ingewikkeld. De liefde vorig jaar in de zomer was ineens over, hè, tussen jullie en D66. Hoe is die liefde nu? Ja, de liefde was niet ineens over. Het was een scheiding die er heel langzaam maar zeker aankwam. En zo gaat dat met de relatiebreuk volgens mij. Langzaam maar zeker wordt het steeds lastiger. Nu hebben we niet zoveel contact. We hebben contact in het openbare leven, in de raadzaal, bij bijeenkomsten. En dat is het dan. Lisbeth, als je kijkt, hè, want je zat dus eerst in een partij die deel uitmaakte van de coalitie. Nu ben je oppositie. Verschillen, als je daar naar kijkt met een helikopterview. Voor mij persoonlijk, naar wat ik al zei, je kan onafhankelijker denken. En je kan kijken van waar zitten eventueel je medestanders of je tegenstanders. En dan gaan kijken van wat willen we nou eigenlijk bereiken. En los van eventuele andere afspraken gewoon een keuze maken van waar gaan we voor. Ja, maar vroeger toen jullie nog bij D66 zaten, hè, je hebt het coalitieakkoord. Die zaken die moeten dan geregeld worden in een periode van zeg maar 4 jaar. Je kunt met elkaar dingen afstemmen. En nu zit je in de oppositie. Ja, dan moet je er tegenaan boksen om zaken dan anders geregeld te krijgen of waar je niet achter staat. Nou, de kunst is dat proces, dat met name vind ik interessant. Nou, de kunst is natuurlijk dat je gaat kijken of je die oppositie ook op één lijn kan krijgen. En als je denk ik met een goed plan komt, dat je de mogelijke partijen in de coalitie ook kan overtuigen van jongens, maar dit is, hier willen we naartoe. En dat is moeilijk, dat is ingewikkeld, want er ligt natuurlijk dat bloesemakkoord ligt er. En dan wordt natuurlijk wel, die koers wordt natuurlijk gevaren. En dat begrijp ik ook wel. Maar er zijn wel eens dingen dat je denkt van, maar nu willen we toch bijsturen. Of zouden we toch liever willen dat die koers een beetje de andere kant op gaat. En als je uit dat keurslijf bent, dan kan je dus, kan je daar vrijer naar kijken. En, maar het is niet eenvoudig, want je ziet wel dat hoe de richting bepaald is. En ik wil niet zeggen dat we dan nog altijd een slechte richting vinden, helemaal zelfs niet. Maar er zijn wel dingen waarvan ik denk, nou, dat zou beter of anders kunnen. Ja, Robert, die oppositie, hè, die kan beter. Hè? Jij laat regelmatig een kritische noot horen. Bijvoorbeeld ook naar de Partij van de Burgers. Mm-hmm. Die ineens meebuigen naar allerlei zaken rondom de aanloop naar de verkiezingen. Met dat als achtergrond. Wat ik mooi vind is dat, zoals Lieve het eigenlijk al zei, het is niet zo het wij-zij-denken coalitie-oppositie. Je ziet nu steeds meer ontstaan dat voorstellen die er liggen
of moties die vreemd zijn aan de orde van de raad, die door een partij worden ingediend, gewogen worden en dat er soms dwars door coalitie en oppositie heen voorstanders en tegenstanders zijn. En zo hoort het eigenlijk ook. Zo hoort het ook te zijn. Je moet het als raad met elkaar doen. En daar past dus niet bij dat ook achter de schermen allerlei afstemprocessen plaatsvinden. Maar dat gebeurt natuurlijk wel. Natuurlijk gebeurt dat. Dat gebeurt overal, dus dat zal in Tiel ook gebeuren. Maar wat je nu wel ziet is dat er geen coalitieblok meer is. Dat er regelmatig voorstellen zijn die door een van de partijen uit de coalitie niet gesteund worden. Nou, die ruimte moet er zijn. Zo is dat bij de oppositie natuurlijk ook. Ja, dat kan ook in het duale bestel. En als ik kijk naar jouw vraag van hoe gaat het nu in het komende jaar? Nou, het komende jaar wordt het leukste jaar van de 4 jaar natuurlijk. Want volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen en dan gaat iedereen op een bepaalde manier zich weer losmaken van gemaakte afspraken en zichzelf weer profileren. Ja, en dit is een hele belangrijke tijd, hè? Want ja, de stellingen binnen elke partij worden, zullen we maar zeggen, gekscherend nu ingenomen. Wie komt op welke plaats en wie gaat met wie door de bocht? Ja, of niet. Natuurlijk gaat dat gebeuren. Ik bedoel, achter de schermen zal het gesprek daarover gaan ontstaan. En daarop soms komend, hè, Lisbeth, OD16, vorig jaar eruit gestapt, volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen. Wat gaan jullie nou doen? Ja, dat is een interessante vraag. Daar zijn we natuurlijk over aan het nadenken. En het is 4 jaar is natuurlijk kort. Dus, en wij zijn natuurlijk als met z'n tweeën eigenlijk pas een jaar bezig. Dus dan denk je van nou, dan heb je natuurlijk nog weinig kunnen doen. Dus je zou in die zin, zouden we daar nog wel mee door willen. Maar ik denk dat Tiel gebaat zou zijn bij een goede, grote oppositiepartij. En geen versplintering. Versplintering is niet goed. Ik denk dat je een grote oppositiepartij moet hebben waarin de verschillende geluiden hun plek vinden. Dus jullie zijn voorstander van het samengaan van verschillende, laten we maar zeggen, even lokale partijen, zoals Sociaal Tiel, Pro-Tiel, PVDB. Zien jullie het zitten om met z'n allen, nou, dus ook OD16, en wellicht meneer Alleskan, die onlangs is opgestapt, ja, om eens te kijken van kunnen we één partij vormen? We hebben alles gezegd en ook gewoon, ook zo gaat dat als je met elkaar spreekt, zo van het zou goed zijn als er een sterke lokale partij is. Die naast de landelijke opvattingen uit landelijke partijen ook echt het lokale geluid laat horen. Ja, dat wat klinkt hartstikke mooi, maar wat de geschiedenis gaat zich dan herhalen. Hè? Pro Tiel bijvoorbeeld, mooi voorbeeld. Maar is talent, die begon met 9 zetels, ja, nu is er nog 1 over. Maar is talent genoeg? Dat zie je nu ook. Binnen de Partij van de Burgers, politicus van het jaar geworden. Ja. ChristenUnie komt soms met een kleine partij, is niet echt een lokale partij, maar wel een hele kleine partij. Komt soms met interessante moties die een raadsbreed halen. Dat gaat hartstikke goed. Dus hoe gaan kwaliteit. Hoe gaan jullie al die partijen op één lijn krijgen? Want de PVDB is wel de grootste. De Partij van de Burgers is de grootste. Dat betekent dat daar goed wil moet zijn. Over en weer binnen die partijen moet er goed wil zijn om dat te doen. En ik proef dat die goodwill er nog niet echt overal is om dat samen te laten gaan. Maar zijn er al gesprekken? Er zijn geen gesprekken. Maar wat zou wel kunnen helpen als er, ik zal maar zeggen, de dreiging van buiten komt. En de dreiging van buiten die komt is natuurlijk aankondiging dat de PVV in Tiel wil gaan meedoen. Dat zal electoraal behoorlijke gevolgen hebben, ook binnen lokale partijen. Je ziet gewoon dat daar verschuivingen zullen gaan plaatsvinden, is mijn inschatting. Ja. En dat zal overigens niet alleen zijn bij lokale partijen, maar ook bij de landelijke partijen zal dat de nodige onrust gaan veroorzaken. En jij persoonlijk, Lisbeth, je hebt nu, zeg maar, zit in het 4e jaar, hè, van het proeven van die lokale politiek. Je hebt die periode ook eigenlijk wel nodig om een beetje de feeling ermee te krijgen en te weten wat er nou eigenlijk allemaal precies speelt. Jij gaat door? Nou, dat ligt er dus helemaal aan hoe het zich gaat ontwikkelen. Kijk, tuurlijk, maar als alle seinen op groen staan, dan ben jij weer beschikbaar voor een volgende periode. Misschien wel, ja. Misschien wel. Dat vind ik nu nog te vroeg om te zeggen, omdat ik nog niet goed weet hoe dat landschap er dan uit zal zien. Kijk, en het is een stevige klus en ik denk dat mensen zich daar ook op verkijken. Het is gewoon hard werken om in de raad te zitten. Ja, en, klopt. Ik denk dat Tiel het verdient dat hij dat ze politici hebben die er ook echt voor gaan en daar hard voor werken en zorgen dat ze heel Tiel vertegenwoordigen. En wil je dat goed doen, moet je er heel veel tijd in stoppen.
En dat is moeilijk. Dat merk ik voor mezelf althans, dat dat moeilijk is. Zeker als je daarnaast ook gewoon werkt. Eigenlijk zou het een fulltime baan moeten zijn. Ja. Dan zou je het denk ik goed kunnen doen. En nu blijft het toch een beetje afwegen van ja, waar zit mijn prioriteit op dit moment. En het is hartstikke nodig hè, dat er een goede raad is om die controlerende functie en die uitvoerende functie gewoon goed uit te voeren. Tiel krijgt het misschien moeilijk, Robert. Stond laatst een bericht in de Gelderlander. Waarin werd gesteld dat de gemeente Tiel ook moest passen met het uitgeven van centjes. Dat was een signaal vanuit Arnhem. Ja. Wethouder Verspuijen, dat is niet jouw grootste vriend. Wethouder van Financiën. Die zou dan eigenlijk te veel centjes ambities hebben uitgegeven. Goed, dat doen we wel. Dat doet men dan wel natuurlijk met de hele coalitie in Tiel. Maar als we er even met een helikopterview naar kijken, hoe zie jij dat? Nou, het gaat er in ieder geval niet om of wethouder van Spuy mijn vriendje is of niet. Hij zit er als wethouder financiën en moet goed op de schatkist van de gemeente Tiel letten. En wat je nu ziet is dat de provincie waarschuwt dat een aantal aangekondigde bezuinigingen wellicht niet gehaald gaan worden. En dat er dus risico's zijn. Een paar dingen worden er genoemd. Hè. De bezuiniging op het zwembad, de bezuiniging op het vastgoed van de gemeente Tiel naar Culemborgs model. De provincie is alert op dat dat wel gerealiseerd moet worden. Ja, dus nou, niet alleen de papieren werkelijkheid, maar ook in de praktijk. Nee, het moet ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Wat je nu ziet is dat het met het vastgoed nog niet allemaal gaat zoals het college zou willen. Nou, we maken inmiddels mee dat er een behoorlijke discussie over het zwembad aan het ontstaan is en dat de bezuinigingen eigenlijk niet te realiseren is en dat het eerder meer geld gaat kosten dan dat het wat goedkoper zou kunnen. Nou, dat zijn twee forse ingrepen in de begroting. Als je daarbij optelt dat er voor 2018 al een OZB-verhoging van 7,5% is ingeboekt binnen de coalitie, dan wordt het financieel wel wat ingewikkelder. En zeker ook omdat we naar de verkiezingen toe partijen zich gaan profileren. En er zijn nu partijen die dat coalitieakkoord steunen met 7,5% OZB, maar ten principale tegen lastenverzwaring zijn. Nou, dat vind ik interessant om te kijken hoe die discussie zich gaat ontwikkelen, hoe men daar een uitweg in vindt. Ja, in die zin worden dat interessante verkiezingen. Hè? Partijen die gaan ook kijken, nou, wij staan voor veiligheid of wij staan voor zorg of voor dit of zo. Ja. Maar voor de komende periode is er eigenlijk weinig geld. Waar staat OD16 voor? Nou, dat is ingewikkeld, want we hebben natuurlijk wel een aantal ambities in deze stad. En ik denk ook dat we die moeten proberen waar te maken. Robert noemde al het zwembad bijvoorbeeld. Ja, dan willen we natuurlijk allemaal wel heel graag dat er een goed zwembad is in Tiel. Ja. Ik vond dat wonderlijk, hè? Dat is nu misschien 2 of 3 jaar geleden, volgens mij 2 jaar geleden, dat de wethouder Henk Driessen naar de raad kwam en die zei, nou, wat willen jullie? Toen kwam daar een fantastisch verhaal uit. Maar die raad zei ook, we hebben geen geld, dus ga uw best doen. Nou, dat lijkt me, dat is geen rocket science natuurlijk, dat is eigenlijk een onmogelijke missie. Dus die wethouder moet nu naar geld zoeken om uiteindelijk dat te gaan realiseren. Hij heeft zijn best gedaan, want er is onderzoek naar gedaan. Dus alle varianten zijn uitgewerkt, die zijn gepresenteerd. En nu blijkt dat als je de ambitie wil realiseren, dat niet samen kan met de opdracht om te bezuinigen. Dus ja, dat is eigenlijk een nieuwe opdracht voor de wethouder, eigenlijk nog steeds dezelfde. Dit is de ambitie, dit is het benodigde geld. Ik zeg, eigenlijk is dat geen onmogelijke... Dit is bijna een onmogelijke opgave. Hij moet konijn het al goed komen. Zullen dus weer keuzes. Of heb je daar andere denkbeelden over? Ja. Zie jij zelf ook oplossingen voor dat zwembad? Kijk, we hebben de ambitie voor een goed zwembad. En als we dat willen, dan zal daar geld bij moeten. En dat moet ergens vandaan komen. Kijk, de wethouder heeft goed onderzoek gedaan en binnen de huidige afspraken lukt het gewoon niet. Dan kunnen we die ambitie niet waarmaken. Dus er zal geld bij moeten. En dat betekent dat het ergens anders af moet? Het moet er of ergens anders af, of er moet, het moet uit die OZB komen. En dat is een keuze die we met de raad moeten gaan maken. En ik denk dat dat ook wel een harde dobber zal worden voor de volgende coalitie die gesmeed gaan worden. Want dan zullen er echt harde keuzes gemaakt moeten worden. En dat zijn nooit populaire keuzes. Kijk, wij willen natuurlijk allemaal graag zoveel mogelijk voor zo min mogelijk geld. Maar er ligt nogal wat. En
het huidige coalitieakkoord, daar zijn mooie stappen gemaakt. Maar het laaghangende fruit is er natuurlijk nu wel af. Ja, ambities hebben is mooi. Ja. Maar heeft u niet te veel ambities de afgelopen jaren tentoongespreid? Nou, ik vind als regiogemeente mag je best ambities hebben. Dus dat is wel goed. Maar ja, misschien is de jas hier en daar wel eens even iets te groot geweest. Dat zie je soms pas achteraf. Maar dat er ambities zijn, vind ik goed. Maar het blijft altijd afwegen. En dat is wel moeilijk. En geef je het geld uit aan de juiste dingen. En dat is natuurlijk waarvoor we er in die raad zitten. Om daar steeds maar over in gesprek te gaan met elkaar. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat er een duidelijke visie is van wat willen we nu verder en waar gaan we naartoe en hoe betalen we het. Robert, tevreden over het functioneren de afgelopen jaren van het college? Hebben wij hier in Tiel een goed college? Hebben wij in Tiel een goed college? Doen ze de goede dingen voor de stad? Ja, ik bedoel, ze doen goede dingen en ze doen minder goede dingen. Zo gaat het altijd. Wat ik soms lastig vind is dat er vanuit een heel smal document op hoofdlijn, op zich is dat wel mooi, zoals een bloesemakkoord, allerlei zaken in beweging gezet worden. Kijk naar de poortenvisie die ontwikkeld is, Burenspoort, Zandwijkspoort, etc. Maar dat je ziet als de vertaalslag naar uitwerking gemaakt moet worden, dat het dan nog wel eens wat moeilijk en ingewikkeld gaat. En dat er dan nog wel eens echte fouten gemaakt worden. Heeft te maken met de ambtenaren? Ja, voor een deel zal het te maken hebben met ambtenaren, maar voor een deel heeft dat ook te maken met de aansturing. Kijk, de hele gang van zaken rondom het parkeren, opheffen, parkeren, waakaden, het verdient natuurlijk helemaal geen schoonheidsprijs daar. Maar waarom niet, Lisbeth? Uiteindelijk is er een oplossing gekomen. Er is een oplossing, maar het is natuurlijk nog niet de oplossing. Het is een soort tussenstap en het is niet de tussenstap waar wij voor gekozen hebben. Het was wonderlijk, hè? Zoals het proces liep. Bij een commissievergadering zat die hele raadszaal vol met allerlei ondernemers. Vervolgens zijn we een paar weken verder. Ja, en het wordt er zo ingefietst. Ja, daar verbaas ik me dus heel erg over. En ik weet niet wat daarachter zit. Daar hebben wij ons echt over verbaasd, want er was behoorlijk wat weerstand tegen het feit dat die Waalplaat meteen al helemaal leeggemaakt moet worden. En dat ondersteunen wij ook. Want er ligt nog geen plan voor die Waalplaat. Hij blijft voorlopig gewoon leeg. Een stukje gaat er nu ontwikkeld worden en dat is mooi. Maar de rest, daar is nog geen plan voor. En dat zal nog een hele tijd leeg blijven. En er zal af en toe, als dat nodig is, bijvoorbeeld voor eventuele huizenbouw op het Bleekveld, dan zal er weer wel geparkeerd worden. Het is niet duidelijk en het plan wat erachter ligt is ook niet duidelijk. Want het stuk wat wij gekregen hebben, daar staan een heleboel vraagtekens achter van wanneer dat mogelijk de rest van die visie uitgewerkt gaat worden. Het eindpunt van de visie is wel mooi, maar al die tussenfases, die zijn onvoldoende uitgewerkt nog. Ik denk dat daar het college zich in vergist heeft. Vind je dat broddelwerk, Robert? Nou, wat je ziet is dat men daar niet echt over nagedacht heeft om te kijken hoe dat eruit moet zien. En dan ontstaat er in de uitvoering een hoop gedonder, een hoop debat met de stad. En op zich is dat wel goed. En een paar weken later ziet het er allemaal weer anders uit en lijkt het verstomd. En ja, dat kun je best wel broddelwerk noemen. Want uiteindelijk gaat het om het waarom willen we een aantal zaken. Nou, dat staat dan wel in zo'n akkoord. Maar over het hoe en wat, om daar te komen, wordt dan soms niet echt goed nagedacht. Net zo goed als bij zo'n zwembad wordt opgeschreven, we gaan erop bezuinigen. Maar op het moment dat het aan de orde is, blijkt dat het eigenlijk een idee fix is, dat het niet haalbaar is. En nou, van een coalitie en ook van een college mag je verwachten dat men iets verder kijkt dan de eigen regeerperiode. Helder. Zijn er nog zaken die jullie nog eventjes aan de orde willen brengen? Nou, wat me persoonlijk raakte deze dagen is dat in het nieuws er heel veel gesproken wordt over geweld tegen homo's in Arnhem, in Amsterdam, in allerlei grote steden. We hebben bij de vorige begrotingsbehandeling een motie ingediend om in Tiel zichtbaar te maken dat iedereen,
hoe die er ook uitziet, wat hij ook doet en van wie die ook houdt, ertoe doet in onze stad. En dat daar een regenboogloper voor wordt aangelegd. Die motie is aangenomen, daar ben ik echt hartstikke blij mee. Een meerderheid van die raad heeft ervoor gekozen om die motie aan te nemen. Dat is natuurlijk een mooi gebaar, ja. Maar hij moet wel uitgevoerd worden. Wat ik echt heel jammer vond was dat de meerderheid eigenlijk geen unaniem besluit was. Want het gaat erom dat je een belangrijk signaal geeft dat er in deze stad geen onderscheid gemaakt wordt tussen mensen. Hoe dan ook. Ja, jammer genoeg ook weer actueel. Hè, jammer genoeg de ontwikkeling heel erg actueel, zeker. Nou, die regenboogloper gaat aangelegd worden. Wat houdt dat precies in? Nou, wat je doet is op een plek ergens in de stad, in de kleuren van de regenboogvlag, die staat voor acceptatie van iedereen, zichtbaar maken in onze stad, wordt iedereen op de gelijke manier behandeld, is er geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, of ze nou van mannen van mannen of vrouwen van vrouwen houden, of het nou een transgender is. Dat signaal wil je daarmee als stad afgeven, permanent zichtbaar maken. De gemeente Tiel doet dat ook. He, op de coming out dag die er jaarlijks is, wappert in Tiel de regenboogvlag. Maar daarmee is dat één dag zichtbaar. Nou, zouden we heel mooi bijvoorbeeld die waalplaat in de regenboogkleuren kunnen spuiten? Nou, wat wij gesuggereerd hebben is om in het cultuurkwartier die regenboogloper zichtbaar te maken. Want cultuur is toch ook verbonden met je op een bepaalde manier uiten. Daar kan en mag heel veel binnen cultuur. Daar zou die een prima plek hebben. En wij wachten op de uitnodiging van wethouder Melissen voor de opening van die regenboogloper. Want hij heeft beloofd dat dat nog in deze periode gaat gebeuren, deze coalitieperiode. Nou, wij met jou, wij zijn daar met de camera dan zeker vast bij. En zeker. Hey, Lisbeth, wens je veel succes bij het proces zoals het gaat lopen met de OD16. En ook met jouw eigen rol. En voor jou natuurlijk geldt hetzelfde, Robert. En nog even tot slot. Je hebt net aangegeven, of jullie hebben net aangegeven, om eens te kijken of we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat er één grote oppositiepartij is met lokale partijen. Die gesprekken moeten gaan plaatsvinden. Maar dat moet wel geïnitieerd worden. Ga jij dat doen? Nee, wat wij niet gaan doen is een belrondje langs iedereen. Zo van, goh, zouden we eens, et cetera. Men kent onze opvattingen. Ik weet zeker dat de lokale partijen ook dit interview weer zullen zien. Dus als de heer Van den Burg mag aan de bak. Zeker, hij kan zeker als de grote oppositieleider, zoals hij dat graag ziet, aan de bak. Als wat, wat hij ook is. Wat hij graag is en waar hij graag het een en het ander zou willen bereiken. Nou, laat hem het initiatief maar nemen, zou ik zo zeggen. En ja, wij zouden altijd nog kunnen bedenken dat OD16 vanaf 2018 OD18 is met een nieuwe ploeg mensen. Nou, dat is een mooi slot van dit programma. Mag ik jullie danken voor het gesprek? Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er de volgende keer weer. Graag tot dan.